Zo, daar zijn we dan. In de vitrinekamer. Oud vuurwerk. Dummies. Pijlen, cakes. Merchandise. Ja. Beetje van alles wat. Poh. Nou, ik denk dat we maar eens gaan beginnen met de vitrine. Fonteintjes en single shots. Fonteintje uit 1965, als ik me niet vergis. Frans fonteintje. Nog meer single shots. Flashing Diamonds van Diamond Collection, Schuurmans. 2009. Ben van Edruco, 2006-2007. Aanstekertje van Zena. Kometenbombe 2. Hulenfeuer. Stickertje van vuurwerklook.com, de allereerste website waar ik al mijn foto's, video's en informatie vond. Via startpagina kwam ik daar. Ik zal me een beetje blurren zo. Kijk, sterretjes. Ook van Schuurmans. 2000, 2001, 2002. Nog meer sterretjes. De rotjes. Astronauten. Vulcan. Met een lelijke gele lap eroverheen. Maar ja, goed. De Supercrackers 1995. Heavy Crackers 2002. Shishing Crackers. Zink 901 Dummy. Shell Dummy. Nog mijn Flashing Diamonds. DF Thunder 450. Slofje. Oude rotjes. Ik weet niet welke jaar dat is. Red Lantern. Explotjes 2006-2007. Moon Travelers met report. Sternsnuppen staben. Steben. Super goede sterren. Ik denk echt wel dat het de beste zijn die er op dit moment te krijgen zijn. Die zijn toch super lang. Meer dan een halve minuut tot een minuut. Hotshots 1999, als ik me niet vergis, van Leslie. Zeldzaam. Fonteintjes, ook van Leslie, 1999-2000-2001, twee stuks, kijk, ik kan het beter zien. Dit is een Romeinse kaars, ook uit die periode. Grondbloemen met knal en crackling. Woodpecker crackers, die kleine zwarte rotjes. Deze zijn volgens mij uit 1995. Even kijken. Staat er niet eens op welk jaar. Ik vind het een schil. Nee. Jumping jacks. Kleine matjes. Goed zetten. Welke had ik nog niet gehad? Deze. Twisting Crackling. Uit 2008. Ook van Schuurmans. Glowworms.
kleine zwarte dingetjes. Rotjes, cheese en crackers. Kolomslagen. Lion Brand. Rond het jaar 2000, 99, 2000 en 2001. Daar zitten deze in. Tenderbumps. Kijk. Piro Best. Dat bestaat al niet eens meer. Piro Best. Ook zeldzaam. Astronautjes. 2003. Knolvuurwerk, Wolf, Japanse kanonslag, BKV, nog een Japanse kanonslag, ander label. Ik weet niet of er jaarverschil in zit, eens even kijken. Dat is veel zoekwerk, kijk zelf maar. Laserballs, hele mooie dingen. Super, maar ook die labels van Argento en Funke, dat is echt niet meer normaal. Funke Rijpret. Strijkertjes aansteken. Explosive Thunders. Zwart met wit. Heavy Crackers 2002, 1995. En de onderste plank. Flashing Diamonds. Luftpfeifer van Nico. Dat zijn dezelfde als die hierin zitten, alleen dit is de overdoos. Eens even kijken. De camera houdt ermee op. Lekker. Eens even kijken. Luftpfeifer met schrille pfeiftoon. Luftpfeifer. Nico. Met de haan, Nico Weko. Nee, Nico Moog moet ik zeggen, what the fuck. Nico Weko, kom op zeg. Know the history. Huh? JGB Sturm Sündhülse. Dat zijn lucifers. Dat is een torch doosje. Even kijken, de Magic Whip. Rond die periode, Brave and Wishers. Party popper patronen voor dit pistooltje. Kijk, vet ding jongen, let op. Ja, yeah, ik ga er deze zooi van. Maar wel lachen. Deze, ook mooi, gewoon van vroeger. Van een klapperpistooltje. Moog sigaretsfakkel. Het is gewoon 1986 als ik niet vergis. Eens even kijken. 1981. Hergesteld. Herstellung. Gewoon alleen al echt dik. Om dat te hebben. Vuurwerk voor in het verkeer. Toen ter tijd. Moog. Inhoud 3 stuk. Oh ja, ze kunnen ze beter zien. Er zijn dus die patronen voor dat pistooltje. Echt aanrader voor de feestjes en dergelijke. En sterretjes. Shark 3 dummy. IJsfonteintjes, ook van Piro Best. Is volgens mij al failliet, ik sta het niet eens meer. Rond de jaren 99 is het, 2000. We hebben nog een ster. JGWB sterretjes. Mooi. Allemaal mooie verpakkingen. Dingen als lucifers. Met kleurtjes. Luftheilers van Funke. Trektouwtjes, gekleurde fakkels. En dan zijn we helemaal rond in deze vitrine. Bovenop. Springteufel 2 van Funke. Eerste fontein en dan 9 schoten als ik me niet vergis. Dus
Zeg goed. 2, 4, 6, 8 schoten. Nou, heel goed. Shells. Zijn dummies. Durft anders niet in huis te bewaren. Fonteinen van Funke. Assortiment. Dat is een mooi pijlenpakket. Van Zink. Monte Carlo. Ik meen dat die is uit 1986. Maar zeker weten doe ik het niet. Dan moet ik Zink ook even mailen. Maar ja, het zou zo maar kunnen als je die kleuren bekijkt. Dan zitten deze pijlen in. Ik zal wel pakken. Mooie pijltjes. Waarvan dit het favoriet van mij is. Alleen al label. Heel mooi. Comet raketen. Echt super dikke labels. En wat staat erop? Stern raketen. Ein. Alleen voor particulier gebruik. Nou, dat is geweldig. Ook uit Kleebron, nooit verhuisd. Even terugzetten. En dit is ook een mooi pijlenpakketje van Haarman. Staat ook al niet meer. De pack. Haarman vuurwerk. Die vond ik echt vroeger van die oplichtingspijlen. En dacht je, oh, nou heb ik echt een pijlenpakket. En dan kwam er echt troep uit. Maar voor de labels is het dik. Hier 2000, 2001, 2002, 2003. Heel goed. Enschede. Dus na de vuurwerkramp in Enschede is dat op de fles gegaan, of hoe ze dat ook noemen. Failliet. Ja. En je weet wat ze zeggen, hè? Doe even normaal met vuurwerk. Je weet het. Of niet dan? Zo. Poppetje gezien. Kastje dicht. En nog met dummies. Dit is de Funke Kruisrein Blue. Lege doos, maar is gewoon dik. Dummy pijlen. Nog met dummy pijlen, kijk. Dummy sample. Het is niet allemaal echt hoor, je ziet. Het is allemaal nep. Oplichting. Red Thunder Argento's lidkeekje. Leuk dingetje. 128 gram. Funke Finale, 36 shots, 20 mm. Kijk, 288 gram. Dan doe je ook zo ronddraaien in die Funke video's. Kan ik ook, kijk. Zie je dat? Ik heb daar gewoon apparatuur voor. In plaats van een Chineeske die dat voor mij ronddraait, weet je. Hier een Green Thunder van Argento. Moet ik nog testen. Oh nee, is een dummy. Kan ik niet testen. Ja, kan ik wel proberen, maar dat werkt niet. Color Thunder. Tonnetje dummies. Pijlen van Vulkan. Kijk hier, dummy sample. Monsters van de kruid. Is allemaal nep. Gold cracker. Nee, cracker schwijf. Cracker schwijf. Gold cracker. Cracker regen. Zilver cracker. Zilver raketen. Wie er ook van Funke. Die 5 raketen. Kaliber B. Funke. Die zijn die Hammer, Hammer. Een doosje van Jorgen, JW417CB. Dat is een leeg hoor. Dat is allemaal voor de show. Nou, een blikje cola, is bijna leeg. Dat is ook een soort van voor de show. Junior box. Even kijken, nou, dat blijft niet zitten. Maar leuk, voor de kindjes. Kijk, nou is die wel op. Is ook nep. Is dummy. Hier sterretjes. Een hele doos. Luftheulers. Ja, echt mega deze. Geweldig. Eerst F1. Toen F2. En nu zijn ze al P1. Dus die gaan we niet meer terugzien in Nederland.
Ja, met een doosje met ja, Condor, Funke, Knisterteufel, Gleichknalls, Feuertöpfe, Pink und Crackling, Blau und Crackling, Fakkeltjes, Knetterton verzenen. Pas op jongens, want dat is F2. Pakken ze af als je het vuurwerk verpot is. Want dat knettert namelijk te lang, heb ik mij laten vertellen. Hier, 30 gram F2. Pas maar op. Ja. En waar heb ik nog meer? Ja, ik heb hier een heel mooi bord. Die heeft mijn oom geschilderd, deze. In de jaren 70 had hij die geschilderd. Het zal de BKV-draak zijn. Maar mijn oom leeft niet meer. Daar kom ik zo op terug. Maar die heb ik georven van hem. Was vroeger ook een vuurwerkgek. Babypijltjes. Diamond Collection petje. Blink White Blauw. Multicolor. Polypen. Camuro. En Silberpalmenbund. Maar allemaal dummies, jongens. Allemaal dummies. Blikjes. Ook leeg. Is dummy. Spuibusje. Molotov. Rough Black. Is echt goeie, man. Maar die, ik weet al niet meer of die bestaan. Komt uit 2007-2008. Hier nog meer pijlen. Kometenshower. Hele dikke labels. Broelende Schwiegermutter. Pijlen. Op nep hoor. Allemaal nep. Roofjes All. Pijlen. Nep. Pijlen van Original. Top Rockets. Xining. Wat zijn dit? Colorful display van Original. Mooie pijlen. Maar dit vond ik vroeger ook echt oplichtingspijlen. Want als je die labels zag, dan dacht je, oh, daar komt zo'n dikke palm uit. Weet je wel, of een groot effect. Zoals die Shell. Maar daar kwam dan gewoon een pionie uit of zo, weet je wel. Dan voelde ik me echt opgelicht. Dus dat was de stap naar Shell. Zoek misschien een stuk makkelijker. Ik kreeg tenminste wel de effecten die je verwachtte. Er stond niet eens een effectje op een Shell, maar ja, kreeg je wel daar. Gamebreaker. Original Fireworks. Schietkistje. Werkt allemaal nog. Pom 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 pom. En dan zie je hem knipperen. Kijk, als je zegt 12. Dan zie je hem daar knipperen, zie je? Helemaal te gek. Ga maar uitzetten voordat het dadelijk ook explodeert hier. Moeten we niet hebben. Tracker en Dino F2, vond ik niet zoveel. 5 gram buskruid. Oude cakes. Beetlejuice. Bedelgeuze. F van Toch. Ah, dat is allemaal dummy zo. Allemaal nep. Allemaal nep. Oh, Xani. 3. Omlabeling. Ja, als ze geen dummy konden krijgen, deze dan maar zo oplossen. Ik ken allemaal. Hoppakee. Ram Jonger. 15 shot salute. Rob Big Silver Whistletail. 2 salute. Titanium. Dit is ook een dikke, die had ik vorig jaar. Ja, voor de mensen die wat ouder zijn. Cobra 33. Dat is een leeg doosje hoor. EPM. Staat ook al niet meer. Blue Ball, Luipaarskeekje, Kometenbombe 2, pakjes, die voelt wel zwaar aan voor een dummy. Maar ja, allemaal dummies, allemaal dummies. Fonteinen, van Funke, dit is allemaal T1, Duitsland. Camuro, Fontaine Gold, Dreistufig, Violet Gold, Rood und Silber, Blauw und Gold, XL Fontaine, Ball Python, daar zijn volgens mij de Kometenbombe 1. Maar dan weer een omlabeling van Luipaars. White Horse Rolletje, Horse Brand. Even kijken. Deze komt uit 2004, 2005, 2006. Lineaaltje. Dat is gewoon mooi om dat te hebben. Een labeltje en zo.
Dit is een, wat is dat dan? Dat is zo'n rolletje van Zena. Ik weet even niet meer welke het is, maar die dus. Hindoe rolletje van Hong Deng Long. Hong Deng Long. Celebration cracker van Original. Kijk, mooi hoor. Dat is allemaal vergaan en glorie, want dat bestaat allemaal niet meer. Nog een rolletje. Ik denk dat dit dan de 5K is. Of dit is een 10K, dit is een 10K. En dit is een 20K, volgens mij. Zo'n indruk heb ik. Toch, fonteintjes. Toch, is ook weer omlabeling. De 1 tot en met 4 serie van Funke. Deze zijn wel echt mega goed, deze. Niet normaal. Heel mooi dit, heel chic. 120 gram. Nou, we hebben nog meer. Weko. Sachsen Feuerwerk. Bengalische Zylindervlam. Maar kijk van de staaf, even serieus. Ja, 2003. Bengal Torch. Binnenkort maar eens eentje afsteken, even testen. Of dat na 19 jaar nog steeds zo'n goede spul is. Maar kijk hier. Dat is niet meer normaal. Van een kanon, hè. Brokaatblinkertje, Funke. Een shellkitje. Dat is een leeg doosje hoor. Geyser, kaliber C, B, A. Bengal Feuer. Stroop van, wat is het ook alweer? Katan of zo? Rubro. Is echt goed deze, doet 90 seconden, doet al goed. F2, flitstablet. Dit zijn wederom die sternsnoepenstepen. Echt, echt heel goed. Kijk hier van de sterretjes. Die zijn dubbel gekoot, man. Die komen met bels. Die zijn illegaal. Illegale sterretjes. Cakeje, Veronica. Premium Cometen Mix. Dan zijn we die single shots mines. Long Willow. 90 shots cakes. Warlock, Elf. Lika. Undead. Trueno Ricassa. Nummer 4 van Alpeco toen op tijd. Maar ook weer een leeg doosje, 2006, 2007. Maar echt, dit waren knallers vroeger, man, niet normaal. Funke Trueno nummer 4. Leeg hoor. Maak je maar geen zorgen, het is allemaal leeg. Eens even kijken. 100 shots cake, ja. Ja, dit waren vroeger mijn favorietjes. De Nitraat Thunder van Bombridge. Dit zijn alweer de serie daarna, want eerst zaten er 10 in een doosje, toen 5, dus 20 doosjes van 5 in een overdoos. Die hadden gewoon nog 2 gram aan boord. Feestvuurwerk. En daarna was de afgang, toen kreeg je die, die waren 1,6 gram, die waren al een stuk minder. Toen die, en toen nog een andere versie. En ja, dit is allemaal... allemaal rommel, heel. Niet 2.0, maar zeg maar gewoon 0.2 in plaats van 2.0. Dit waren de goeie. De JCWT's en de CWT's, dat waren de goeie. Maar ja, allemaal vergaande glorie. Girandola. Eens even kijken. De Wacho's. Van Stern, Feuerwerk. Nou, goeie spullen hoor. Moet ze nog een keer testen. Oh nee, kan niet, zijn dummies. Kan ik hem niet testen. Titaanfakkels van Argento. Echt mooi spulletje. Echt mooi spulletje. En dan heb ik hier nog de Goldblitz van Herlot. Oeh, moet je kijken. Dat is de Funke versie al hoor. Maar even, even serieus, dit is toch een mooi doosje. Daar was ik vroeger zo verliefd op, hè. Die maskertjes, niet normaal. Fuego Assortiment, Pyro Century, Heaven Gold van Explode. Dat is ook een oude, deze Meteor Garden. 36 shots, original.
pijlenkoffertje. Slippertjes. Voor als je op vakantie gaat, krijg je mooie slippers mee. Hier 100 shots, Elegant Night. Al afgegaan. Echt een dikke bak. Een van mijn favorieten. Sowieso. Hier nog een doosje van de Colorful King Cracker. Ja, leeg natuurlijk. Dat is van vroeger ook spaarlabels, hè. Nou ja, goed, nog één overview. Kleine bescheiden collectie. Gewoon voor de lol. Ja, dan heb ik die allemaal weer gehad. En dan komen we bij het laatste deel. Dit zijn toch wel belangrijke stukken voor mij. De Pirates. Deze is van Beko. Geïmporteerd door Beko, moet ik zeggen. Voor degenen die Beko kennen. Nog met de Haan en Nico logo erop. Maar dit is een erfstuk van mijn oom, die is overleden. En de gevolgen van kanker. Maar dat waren vroeger zijn favoriete knallers, de strijkers. Ik ken allemaal de verhalen wel wat ze daarmee deden. Maar hij was gewoon fan van de strijker. Maar kijk die tekst, Beko Vuurwerk Tilburg, Nederland, importeur. En dan knalvuurwerk niet bestemd voor particulier gebruik in Nederland. Dus ja, Beko importeerde deze dingen. En die werden dan in België verkocht. Maar die zit nog in de cellofaan, dus die laat ik mooi zetten. Ik geloof de knal wel. En deze, zoals je kan zien, deze is nog zo dat van een matte papier. En ik weet niet uit welk jaar deze komen. Maar oud zijn ze zeker. En er staat nog de Haan op. En dan Moog Nico. Dus dat zijn al oude strijkers. Pirat Krekker. Hele oude strijkers, maar dit is ook een erfstuk van mijn oom. Maar ja, goed. Ik ben er zuinig op. Wat was dat achter de doos? Pirat, Krekker met rijpkop, knalbon met strijkkop, vuurwerk voor buitenshuis, aanwrijven aan stekjesdoos en onmiddellijk wegwerpen. Verboden onder de 16 jaar. Ik weet niet uit welk jaar die komen, maar die zou zomaar als uit 1979 kunnen komen. Maar ik heb geen 100% zekerheid. Ik kan het ook nergens terugvinden. Hier zijn de 1174. 100 stuks. Dat is allemaal 1174. Alleen deze zijn al van Nico. En deze zijn van... Kijk, deze onderste zijn van Nico. En die bovenste zijn van Moog Nico. En als we de onderkant gaan kijken. Dan is dit het verschil. Ja, dan heb ik nog één ding. En daar ben ik al de hele dag op aan het oefenen. Knibbel, knabbel, knuisje. Wat ligt er toch in mijn kluisje? En dit is toch wel echt, hier ben ik zo blij mee, dit is echt, hier heb ik echt 20, 25 jaar opgewacht en eindelijk is het zover. Eindelijk heb ik de dingen die ik heel graag wilde hebben. En dat het me toch gelukt is na zoveel jaar ben ik echt een paar mensen heel erg dankbaar voor. En ik heb de code al ontcijferd, maar ik heb net al een half uur zitten stoeien met de code. Maar daar gaat ie. En daar hebben we weer vuurwerkloop.com. Mijn eerste vuurwerkwebsite waar ik actief was, of in ieder geval meelas. En de eerste foto's zag van allerlei vuurwerkartikelen die ik graag wilde hebben. Waaronder de doodskopstrijker, de panzerfaust en diverse lawinepijlen.
Maar we beginnen gewoon vooraan. Thunder King, Bombridge van Shell Kitchen. 2003-2. Ja, mooi spel. Ik weet niet of het helemaal goed kan lezen, maar mooi. Dan de Italiaanse bom. Of ja, ze noemen het ook wel eens een uitje of een cipolla. 7 klappertje erop en dan een hele harde knal. Dit is de periode 2004-2005 geweest. Misschien wel iets later, 6-7. Maar dat waren de eerste, dit Italiaanse bom. Deze is de Mini Maroon. Net zoals de Gigant Maroon. Er is ook een Mini Maroon gemaakt van 5 gram. Niet oud, maar wel leuk om te hebben. Hier een nitraatje. Buiten gebruiken, niet in de hand. Houden. Op de grond leggen. Aanstee. 10 meter afstand nemen. Effect vla. Effect vlammetje. Gevolgd door knal. Ik heb mij laten vertellen dat dit nitraatje van Bex is. Maar het is allemaal voor mijn tijd geweest. Dus zeker weten doe ik het niet. En op internet is nog vrij weinig te vinden. Want de forums van nu zijn helemaal niet meer zo breed als dat het vroeger was. Er is heel veel verloren gegaan. Maar ja, goed. Dat is een andere discussie. Titanium Thunder 1308 van Bombridge. Ja, het is allemaal niet speciaal, maar het is nu inmiddels alweer, dit is 2006 dacht ik, of 2007. Dus dan praat je al over, misschien wel 2009. Dat kan goed even rekenen, 13 jaar geleden zijn. Dat is al 13 jaar oud, die niet raad. Colossalutje van Panta Brothers. Original. Wel een mooi ding. Zou hard gaan. En dit is toch wel één van mijn favorieten. Alleen al de doos waar ze vroeger in zaten. Ik meen met herinneren rood, blauw, geel, groen en roze en oranje. Maar dit zijn de supervlinders op de leggen. Buiten gebruiken. Op de leggen. Aansteken en een afstand van 6 meter nemen. Effect knal. Maar kijk hier toch. Echt, daar ben ik zo blij mee. Goede stevige huls. Maar dit is zo'n artikel dat ik echt blij ben dat ik die nog heb meegemaakt. Want die heb ik dus gewoon nog nooit meegemaakt. De Toffee. Van Original. Vlinderke. Big Color Butterfly. Ja, die heb ik wel eens gehad. Ook een leuk ding. Dikke gipsbrokken knallen eruit. Daar zie je het al zitten. Oppassen. Maar vergeleken met een op de leggen is die een stukje kleiner. Een stukje smaller ook. Kijk nou eens. Ja, toch leuk als je dat een keer gehad hebt. Ja, dit is toch wel echt mijn droom. Samen met de op de leggen. En de panzervuist. De doodskopstrijker van Bex. Dit is voor mijn tijd geweest allemaal. Maar ik heb zat filmpjes gezien. Die de 5 seconden of 10 seconden duurden. Want meer geheugen hadden ze vroeger niet op de camera's. Het lunch onderin. Volgens mij noemen ze dat dan een hybride knaller. Maar dat je 2 aansteekmogelijkheden hebt. Een rood dopje. Afwerkdopje. Time fuse lunchje. Ja, dit is gewoon dik. Hier ben ik zo blij mee. Had ik al verteld dat die allemaal dummies zijn. Dus ik hoef nou ook niet op te passen dat het niet ontploft. Want ik ken natuurlijk niet eens allemaal dummies. Hè. Ja, en dit is dan mijn andere favorietje. De panzervuist. Panzervuist. Dikke strijker. Kijk even vergeleken met mijn hand. B008. Ik zal die doodskop er naast leggen. Hier moet je kijken. Mannenkanonnen. Maar gewoon de naam. En dan dat zo'n dikke strijker is. Daar droomde ik vroeger op school van. Panzerfausten. Gigavlinders. Gigavlinders glad. Ultravlinder. Megavlinder. Ja, allemaal van die gekke namen. En dit is een soort van supervlinder. Lookalike. Maar dit is een Chouette Multibang. 7 knallers zitten erin. 7 knallertjes. Het is geen supervlinder met 1 knal, maar
Een supervlinder met 7 knallen. Ja, en dan komen we bij de lawinepijltjes. Imitatie zink 901. Zwarte dop. En als ik ga kijken. Plastic. En de dikke kartonnen huls. Maar die deed het wel goed toch? Ik had deze al eens gehad. Die zijn zeker niet slecht. Even kijken. Ja, dat doen we straks wel. Ook een imitatie zink. Niet eens. Ja, hier, zink. Maar ja, het is allemaal. Dit vind ik niet heel speciaal. Dus niet dat ik daar echt warm voor word. Helemaal niet zelfs. Nog een imitatie zink. Signaalraketen 901, klasse 4. Iedere vuurwerkproducent die een beetje in de handel zit, die probeert natuurlijk mee te liften op populaire artikelen. Zoals de echte zink 901. Signaalraketen 901 met Fisco. Oh, ik dacht wasdag. Met de aluminium stijgmotor. Klasse 4. 2007. Ja, dit is echt spulletje. Hier word ik warm van. Zo. Oh, en mijn andere favoriet, alleen al om de kleur. Signaalraketen 902. Toch wel mijn favoriet. Met Silberblitz. Klasse 4. 2007. Kijk die kleuren. Gewoon lekker basic. Maar toch dik, weet je wel. En deze heeft wel wasag. Kijk, dat gele land. Gaat super snel. Of ja, super snel. Een stukje sneller dan Visco. Oh, pas op. Dadelijk ontploffen de dummies. En de Joker lawinepijl. Ja, dit is allemaal polenspul. Dat vind ik niet echt mega speciaal. Maar ja, het is wel lach om te hebben. In vergelijking. Dit is wel een leuk dingetje. De Flash Rocket. Voor de bekende. Van Original. Het is de eerste keer dat ik hem gehad heb. Maar 50 gram per stuk. Massa actieve, ja. Leuk man. Dus deze gaan we wel een keer testen binnenkort. Ja, en dit is toch wel mijn andere favorietje. Niet deze, maar deze. Dat ik die eindelijk een keer heb kunnen hebben. Dit is net gewoon een cola fles. Zo dik. Ik zal eens een blikje pakken. Ik had hier net nog zo'n blikje cola. Even kijken. Hier. Kijk. Hier vergeleken met een blikje cola. Hiermee kijken. Het is allebei even dik. De Thunder King van Bombridge, lawinepijl. Ik weet zo niet uit mijn hoofd hoeveel gram die is. 55 staat erop. Maar voor de knal, dat moet ik even nakijken. Dat heb ik wel ergens staan in het bestand, maar zeker weet ik niet uit mijn hoofd. Maar die heb ik nou ook eindelijk. Lawinepijl. Het is gewoon een normale lawinepijl, maar dan met een dikke koker eromheen. Je hoort het ook wel, maar gewoon dik. In de letterlijke en figuurlijke zin. De Signal Rocket, ook een lawinepijl. Van 2007 is deze. Ook een dik ding. Gaat iets zachter dan Zink 901, maar zeker niet slecht. Signal Rocket. En de Herlat 7 Bang Rocket. Dat is wat mee gesjoemeld volgens mij. Doppie kan eraf, of niet? Oh. Eens even kijken wat ze hiermee gedaan hebben. Want ik hoor van alles, maar ik zie niks. Oh, dat zijn allemaal dummies. Zie je dat? Er zitten nitraatdummies in. 7 stuks. Ik weet niet of dit de originele is of dat er iemand iets mee gedaan heeft. Maar goed. Nou, kluisje leeg. Stickertjes, vuurwerklook. Mooie tijd. Heb je nog mooie herinneringen aan deze website? Laat het dan even weten.
foto's, filmpjes, verhalen. Een beetje sentimenteel doen, nostalgisch. Oude knallers. Foto's van echt oude knallers. Collectiefoto's. Productfoto's, video's. We moeten iets met die dingen gaan doen, zonder dat het allemaal verloren gaat anders. Laten die legacy doorzetten met z'n allen, toch? Die nalatenschap. Maar goed, dit was hem weer. Poppetje gezien. Kastje dicht. Zo. Houdoe.